Tilburg was het vorige week tijd voor de Meidenvoetbaldag. De organisatie lag in handen van de Eredivisie Vrouwen samen met 8 BVO's en 8 amateurverenigingen. Willem II was een samenwerking aangegaan met SC Olympus en afgelopen vrijdagmiddag verzamelden 120 meiden zich daar voor 8 verschillende clinics. Nou, we willen vooral het vrouwenvoetbal denk ik hier in promoten. Jongere meiden aan het voetballen zien te krijgen en hierin laten zien wat je ermee kan behalen en hoe leuk het kan zijn dat het voetbal is, dat de meisjes ook kunnen voetballen. Meisjesvoetbal is de snelste groeiende categorie binnen het voetbal. Maar we zijn nog lang niet tevreden. We hebben op dit moment al 120.000 meisjes en vrouwen die voetballen in Nederland. Daarmee gaat het ontzettend hard, maar volgens ons kan er nog veel meer uitgehaald worden. Dus dat is voor ons een hele belangrijke reden om aparte activiteiten voor meisjes en vrouwen te organiseren. Wat hebben jullie allemaal voor de meiden in petto vandaag? Oh, heel veel leuke trainingen, ja, kleine oefeningetjes, paas en trap, partijen en techniekvormen zitten erin. Penalties kunnen ze ook daar nog nemen. Volgens mij wordt de finale op onze keepster genomen, zeg maar, op Lela. Dus ja, dat is wel denk ik net een extra motivatie voor de kindjes. Zit jij normaal voetbal? Nee, ik zit onder waterpolo. Alleen ik heb wel 2 jaar onder voetbal gezeten. En waarom heb je dan vandaag meegedaan? Maeve, dat is mijn vriendin, die had een mail gestuurd en vond het wel leuk om weer eens te gaan voetballen. En hoe ging het dan vandaag? Goed, ja, het ging heel goed en het was ook heel gezellig. Naast het voetbal was er ook nog aandacht voor het goede doel. In dit geval Plan Nederland. Plan Nederland en de Eredivisie Vrouwen hebben een samenwerkingsverband, omdat ze dezelfde doelgroep hebben, althans gedeeltelijk. Plan Nederland is met een actie bezig, Because I'm a Girl, waarmee ze proberen om aandacht ook te creëren voor de positie waarin meisjes en vrouwen opgroeien over de hele wereld. En wij hebben natuurlijk met voetballen speciale aandacht voor de meisjes en vrouwen, dus dat is een mooie combinatie. Vond je het een leuke dag vandaag? Ja, dat wel. Waarom vond je het zo leuk? Omdat graag wil doen voor kinderen uit Afrika. En ik hou zelf ook heel erg van voetbal. En vond ik gewoon leuk. Er worden een aantal activiteiten georganiseerd om wat geld in te zamelen voor Plan. Met schieten op een net. En er kunnen wat foto's gemaakt worden met de mascotte van Willem II. Maar het allerbelangrijkste is om te laten zien dat je niet alleen hier in Nederland meisje en vrouw kan zijn, maar ook in het buitenland. En door voetbal dat bewustzijn te creëren. Al 120.000 vrouwen voetballen in Nederland. Is het dan nog wel nodig om een speciale meidenvoetbaldag te organiseren? Ja, dat denk ik wel. Want veel jongens voetballen al en op straat en op school is het gewoon net iets meer omdat er meer jongens voetballen. Maar ik denk wel dat deze meidenvoetbal daar ook goed te promoten zijn. En vooral net zoals ons met Willem II erin zetten, misschien net wel extra kijkers. Wist je dat alle wedstrijden van Willem II live te zien zijn via tricolores.tv? Ga dus snel naar de website, klik op live en koop alvast je eenmalige kijkcode. Of maak gebruik van het voordelige online maandabonnement.